Goedenavond allemaal, hartelijk welkom in dit livestreamconcert dat uitgaat van Stichting Bogaert. Ik ben blij dat ik hier weer mag zijn achter het prachtige Bogaert-orgel hier in de Ichterskerk op Urk. Het is echt genieten op het instrument, echt rijke hoeveelheid aan registers en ook aan manualen. Drie manualen is altijd fijn, dan kun je het mooi goed verdelen. Dus dat ga ik dit concert ook voor u doen. Fijn dat u er bent en dat u wilt komen luisteren en kijken naar dit concert. Ik ga beginnen met een prachtige bewerking van Klaas-Jan Mulder over de 118e psalm. Ja, dat is van huis uit altijd een bekende psalm geweest. Die kon ik als kind altijd wel makkelijk meezingen, een bekende melodie. En er zijn ook een aantal andere psalmen die dezelfde melodie hebben. Nou ja, 118 dus. Heeft Klaas-Jan Mulder een mooie, hij heeft het een feestvoorspel genoemd. Nou, dat is het ook zeker wel. Het is op zich vrij kort. In het midden een mooi tussenstukje, een mooie fluit. Ik gebruik enkel de holpijp 8 zometeen in het midden. En dat klinkt heel mooi sprankelend. U hoort het wel. Het gaat over het 14e vers. Ik vind het altijd mooi en interessant hoe de componist heeft gedacht vanuit de tekst. En het is echt een feestelijke tekst. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Echt een lofzang, echt een heerlijke lofzang. Nou, een feestvoorspel. Met natuurlijk aansluitend het koraal. Ik wens u ook allemaal veel luisterplezier bij dit concert.
Mooi, het is een mooie lofzang en het jubelde al gelijk hier ook door het kerkgebouw heen. Ik hoop dat u het een mooie introductie vond van de rest van het concert. Mooi om zo'n prachtige psalm weer te spelen. Ik ga nu door naar een heel andere sfeer. Een koraalspel van Johann Sebastian Bach. In die tijd waren er al heel wat mooie liederen geschreven, zoals het lied Alle Menschen müssen sterben. Dat betekent alle mensen moeten sterven. En uiteraard, dat is natuurlijk algemeen bekend. We worden natuurlijk altijd wel mee geconfronteerd. Maar het bijzondere aan deze teksten is, als u ze verder leest, ziet u de manier hoe de schrijver daar ook naar kijkt. De ernst van de realiteit ervan. En dat proef je ook direct terug in de muziek. Een stukje verootmoediging, een stukje eenvoud ook in de begeleiding, om je toch weer stil te zetten bij dat ingrijpende feit dat we allemaal mee moeten maken. Dus dat is een prachtig koraalspel van Bach, waar de melodie heel gestaag zo rustig doorloopt in eenzelfde ritme. En er in de linkerhand toch wel wat meer ritme zit om het begeleiden wat meer naar voren te laten komen. Ook in het pedaal gebeurt dat. Een beetje om en om. Pedaal en linkerhand. De melodie is denk ik wel bekend. Als u hem goed hoort, dan hoort u het wel. Geniet ervan. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere, that Jesus Christ is born. Even vertaald, terwijl de
herders op de wacht zaten in het veld bij de schapen. Zie, daar uit de hemelen dat helder schijnend licht. De herders beefden van angst. Toen hoorden ze het gezang. Ere zij God. Moet toch fantastisch bijzonder geweest zijn. Kunnen we ons niet voorstellen. Maar schitterend nieuws werd er natuurlijk verkondigd. Een blijde boodschap in een duister en dor land. Daar gaat het lied over. Het is eigenlijk ook weer een soort feestlied. Go! Ga en vertel het op de hoogste berg. Maak het goede nieuws bekend. Dus mooie Engels lied. Daar wil ik graag over improviseren.
We blijven nog eventjes op de top van de berg, want we zetten zo meteen direct weer met een fors muziekstuk in. Het is een wat langer stuk, het is een hele sonata, met een stuk of 5 delen. Het eerste deel heet Preludium Festivum. Dus daar zit ook weer het woord in, een soort van feestelijkheid in. Net als eigenlijk het eerste stuk van wat ik van Mulder speelde. Haast ook een soort feestvoorspel met een eigen bedachte melodie, geschreven door de componist René-Louis Becker. Mooi stuk wel. Het is een eerste sonata, het staat in G. Het begint met een aantal prachtige akkoorden, stoten eigenlijk, mooie korte, venijnige klank. Doorgaand daarna naar een dialogue, dat betekent eigenlijk een tweestemmig stuk. Begeleidingje, wat mooi sprankelend is. En met de rechterhand dan de melodie. Vervolgens komt er een vingerbrekertje. scherzo. Scherzo betekent eigenlijk een vlug, snel stuk. Het is niet echt een toccata, maar het is echt een scherzo. Dat is echt zo'n typisch muzikale term. Scherzo komen wel vaak voor in het midden van een sonata. Met een mooie, sprankelende, bewegende melodie. En ook wat leuke chromatische hoogstandjes in het midden. Met chromatisch bedoel ik dus zeg maar dat de tonen echt van zwart naar wit omlaag gaan of naar hoog. Dus dan krijg je een hele leuke toonladder. Vervolgens een gebed. Gewoon eenvoudig gebed. En een beetje het idee muzikaal uitbeelden van een gebed. Een stukje verontmoediging. En tot slot de bekende toccata uit dit mooie werk. Deze toccata is volgens mij heel erg gebaseerd op de bekende toccata van Leon Boelman uit Suite Gothique. Misschien dat u ook wel de overeenkomsten kunt horen. Geniet van dit stuk.
krijg altijd gaandeweg spijt als ik die toccata weer speel. Want op den duur dan krijg je zo'n verzuurde, verkrampte arm. Dat is niks verkeerd. Dat is niet dat er iets aan mijn arm is, denk ik. Misschien ook wel. Maar als je op zo'n ongelooflijk zwaar orgel speelt en je zit een heel stuk lang alleen maar met je linkerhand, dan op den duur dan ga je dat wel voelen. Je moet het maar eens proberen thuis. Dat is echt wel hard werken, maar dat is wel de moeite waard met zo'n stuk. Ik hoop dat u het mooi vond. We zijn weer een half uur verder volgens mij. Ja, deze. We gaan nu weer terug naar kerstmuziek. En ik heb zelf ook kerstmuziek geschreven. Dit is eigenlijk officieel haast mijn, klinkt heel duur hoor, mijn eerste compositie. Want normaal gesproken maak ik nooit composities. Ik improviseer ergens over. Soms wordt het wat, soms niet. Die keer dat het wel wat wordt, kan ik het later terugluisteren, als het opgenomen is. En dan kan ik dat dus gaan opschrijven op noten. Zo doe ik het zelf meestal. Maar ik heb ook wel eens geprobeerd om echt gewoon, bij wijze van spreken, met pen en papier te gaan zitten, opschrijven en kijken wat er in mijn hoofd komt. En natuurlijk wel aan de hand van het orgel, maar nee, niet als improvisatie. Nou, dat is eigenlijk ook met dit stuk gebeurd. Jubel het uit, heet dat in het Nederlands, kerstlied. Het heet in het Engels Joy to the World. En komt allen te samen. Dus zult u wel horen. Ik speel dus eerst eigenlijk het lied, de melodie van Jubel het uit. En dan zult u straks al vrij snel in het midden de melodie van Komt allen te samen horen. En dan ga ik ze een klein beetje combineren. Nou, geniet ervan.
Nou, nog even wat verzoeknummers. En ik had zelf ook nog een verzoek bedacht. Ik had in ieder geval het lied... Komt verwonderd u. Die kent u denk ik wel. En dan Oh Holy Night. Dat kent u denk ik ook wel. Dat heet ook wel Cantique de Noël. En dat is wel heel mooi. En ik zat zelf ook te denken, ja, eigenlijk staat Dick had dat bedacht. Hè. Ik speelde zo Psalm 130. Psalm 130 vind ik altijd een hele mooie melodie hebben. En hoe ging dat vers nou wat je noemde, Dick? Ik blijf de Heer verwachten. Dat is wel mooi, want we zitten natuurlijk nu ook in de adventsperiode. En dan is het wel heel passend om dan ook zo'n psalm vers erbij te doen. Ik blijf de Heer verwachten. Dat kun je dus ook zien in de zin van wij verwachten de komst van de Heer Jezus. En ja, die wilde ik er ook wel graag tussen doen. Even een stukje rustig met een mooie uitkomende stem. Nazar. Dus ik wil ook maar wat mee doen. En misschien dat het leuk is dat ik dan in dit verzoekkopje afsluit met Gloria in Excelsis Deo. Eer zij God in onze dagen. Nou, hopelijk wordt het wat moois.
Dan mogen we nu weer even teruggaan naar een wat rustiger muziekstuk. Dat heet Romance sans parole. Weet jij wat dat betekent? Nee. Romance, romantisch, zonder parole. Weet je wat? Ik zoek heel even snel de vertaling op. Daar ben ik niet meer aan toegekomen, maar ik wil eigenlijk wel weten wat het nou precies vanuit het Frans het woord parole betekent. Woorden. Woorden. Oké, nou, interessant. Romantisch zonder woorden. Dus we gaan het horen. Geschreven door de componist Joseph Bonnet. Hij heeft echt een eigen stijl muziek. Wel een hele leuke, luchtige stijl eigenlijk. Hele eenvoudige melodielijnen. Nou, het is haast een kinderlied als u het hoort. Dus geniet ervan. Thank you.
En dan is het tijd voor het laatste stuk. Mag ook wel, want we zijn volgens mij al een flinke tijd onderweg. De alom bekende, misschien wel finale uit symfonie nummer 3 van Camille Saint-Saëns. Orgelsymfonie, officieel ook met orkest. Die heb ik vandaag niet meegenomen. Maar het kan ook heel goed op het orgel als solo muziekstuk. Het arrangement is overigens geschreven door Jonathan Scott. Uitstekend arrangement. En speelt prettig. Mooie finale. Nou, hier wil ik graag mee afsluiten. Ik hoop dat u ervan geniet.
hoop dat u van het concert hebt genoten. En als ik u niet meer zie, ik wens u in ieder geval een fijne kerst. En een goede jaarwisseling. En natuurlijk een gezond en voorspoedig 2022. Dank u wel allen. Hartelijk voor het kijken. Tot ziens.